Het perfecte anti-katerrecept met carnaval. De Hoempapa surprise eieren. Het is weer carnaval. En ook dit jaar heb ik weer een heerlijke, lekkere, vette verrassing voor op de tafel. Dit jaar gaan we maken de Hoempapa surprise eieren. Woehoe! Kende deze nog? Ja, dat is kinderspel. Waar is hij? Hey, dat is toch zins. Oké. Wat hebben we nodig? Een eierdoos. Een ei. Bladerdeeg. Ontdooide mini-snacks. Mayo. Curry. Mosterd. Joepie-saus. En een gesnipperd uitje. We beginnen met de oven voor te verwarmen op 200 graden. Dan pakt het bladerdeeg, niet vergeten om de plechtige kelkers ertussenuit te halen en gewoon stapelen. Voordat je dat doet, eerst lekker bloemen, anders plak het allemaal vast. Dan gaan we uitrollen en je rolt het net zo lang uit totdat het ongeveer de maat heeft van de eierdoos. Een schaar en dan knipte even de bovenste toetjes. En dan leggen we hem helemaal over de doos heen. Dan pakken we het ei. En dan gaan we met de ei gaan we gewoon op de plek waar het eitje normaal ligt. Duw hem even zo erin, zodat je een kuiltje krijgt. Hé, hey. Voilà! We beginnen met het maken van de sausjes. Kijk, de joepie saus is gewoon de joepie saus. Daar hoeft er weinig aan te doen. Maar, kijk, het is toch het lekkerste om zelf even een mosterdsausje te maken. Dus we pakken mayo, beetje mosterd, hoppatee en mengen. Dan gaan we zelf natuurlijk een speciaal saus maken. En een beetje curry. En natuurlijk wat uitjes erbij. Mengen! En natuurlijk de ouderwetse pure mayo. Ik begin natuurlijk met de frikandel. Oh nee, dat is niet slim. De frikandel. In de speciaal saus. Lekker. Royaal. En dan doe ik hem zo. In een gaatje. Dan doe ik hier. Ik doe twee frikandellen, hè, want ik hou van frikandellen. En het is de bedoeling dat je ze her en der verstopt in de eierdoos. Dan ga ik naar de bitterbal. Dat is natuurlijk de mosterdsaus. Die rol ik lekker in de mosterdsaus. Daar kunnen we niet in prikken, dus dat doe ik met een lepel. Dan ga ik natuurlijk naar, even kijken, oh ja, nee, kip, het meest verzet, dat doe ik met de joepie saus. Lekker, royaal, er even doorheen en in het gaatje. Dan heb ik ook nog een bami hap, vind ik zelf het lekkerste, gewoon met een beetje mayo. Nou heb ik nog twee vakjes over. Daar doe ik iets speciaals mee. Ik heb hier een super pittig heet vlammetje. Daar maakt een beetje een bolletje van. Die stopt erin en dan keihete sriracha saus eroverheen. En dan is straks natuurlijk wie krijgt het hete vakje en wie niet. Kijk, ik ben persoonlijk echt van de sausjes. Dus ik top het even allemaal af met nog een beetje extra saus. Gewoon omdat het kan. Want met carnaval moeten de kater met veel en vet wegeten. Eigenlijk doe je gewoon de eierdoos dicht. Hou hem even, ik zal het goed laten zien. Hou hem hier even een beetje vast aan het einde. En hoppatee. Maak hem gewoon dicht. En dan rol hem zo lekker een beetje naar binnen, dat de randen goed dicht zitten. Dan pak de een bakplaat. Kijk, ik doe het liefst zo. Dus dan leg ik eerst het
papiertje op het eierdoosje. Dan de plaat op het doosje. En dan draai je hem zo. Hup, hup, hup. Kristal truc. Voila! En dan gaat hem lekker even insmeren bij een geklutst eitje. En dan gaat hij 15 tot 20 minuten, maar in ieder geval moet je kijken dat hij mooi goudbruin is, in de oven die we dus al voorverwarmd hadden op 200 graden. En dan nu wachten. 4 dagen werken is genoeg. Hoor ik nou politie? Het is pas feest, als de politie is geweest. Ja, we gaan bunkeren. Ja, we gaan bunkeren. Woehoe! Hey, de Hoenpapa surprise eieren. Het ziet er fantastisch uit, de Hoenpapa surprise eieren. En ik laat me graag verrassen. Oh, 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 oh. Dat was gelijk het vlammetje. Kijken wat er nog meer in zit. Deze is kip, maar even nog een andere proberen. Oh! Frikandel! Deze krijgt van Mem een 9 plus op de schaal van Betty. Fijn visje die!